We zijn vandaag in het Erasmus MC om te praten over het levende donortraject. Ik ben dan degene die de donatie moet krijgen. En in dit geval is mijn vrouw de donor. Ja. Ik heb het traject eigenlijk al bijna helemaal doorlopen. Dit is als het ware het laatste gesprek wat ik nu ga krijgen. Ik denk dat inderdaad de datum vandaag wordt vastgezet. Op mijn 16e na mijn eindexamen is het begonnen met vermoeidheid. Dan denk je al gauw aan vijven of wat dan ook. Dan ga je bloed prikken. Vervolgens blijkt dus dat de levenwaarden ineens heel hoog zijn. En dan ga je naar het ziekenhuis voor onderzoeken en dan blijkt dus dat je een PSC hebt. De leven heeft echt een paar opdonders gehad. Ook met andere operaties. Vanaf april heb ik nog 3 keer geopereerd geweest vanwege nierstenen. Wat ook een opdonder heeft gegeven aan de lever. Dus ja, het wordt zo langzamerhand wel echt tijd om nu te gaan denken aan een transplantatie. Als je dan nu 32 jaar bent en je moet al getransplanteerd worden, dat zat niet in de planning, zeg maar. En toen kwam ik samen met Denise een keer op bezoek. En toen zat Ivo gewoon te huilen op zijn bed. Want ja, hij had dat net van een dokter gehoord dat het echt nu wel nodig was om een ander leven te gaan krijgen. Nou, op dat moment heeft die arts dat toen gezegd van ja, wij hebben ook een levende donorenprogramma en kijk eens om je heen of dat er mensen zijn die een stuk van hun leven zouden willen afstaan. Maar het is niet dat je even donor bent. Het is een gigantische impact. Het is een hele zware operatie. Het is een operatie waarbij je leven kan verliezen als je complicaties krijgt. Het is een rotvraag, ja. Ik heb eigenlijk daar nooit over hoeven na te denken, dus ik heb me gelijk opgegeven daarvoor. Alleen, ja, de leeftijdsgrens is 55 en ik was 59. En ja, dat was wel teleurstellend om te horen dat dat dan niet doorging en dat Ivo dus eigenlijk verder moest zoeken. Ik had eigenlijk al van tevoren gezegd, als het zo is, dan laat ik me testen. En in eerste instantie wilde hij dat niet. Nee, ik was er eigenlijk fel op tegen. Hij was er eigenlijk heel erg op tegen, vanwege wat we rond hebben lopen. Want wat nou als we allebei er niet meer zijn? Ja. 20% gaat dood op de wachtlijst. En dat maakt je ook heel erg machteloos. En dan heb je wel eens de neiging van, ja, kan ik wat doen? En dan wil ik graag wat doen. Good morning. The biopsy result is out, shows no pathology, no fatty changes, no inflammation. So everything is good like that. We have this already as a formal report, so there is nothing against the donation. Mm-hmm. De gewone transplantatielijst. Daar sta ik heel laag heel eigenlijk. Laag onder. Sta ik nog maar op de 30ste plaats. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat je zeker nog een jaar ongeveer misschien wel moet wachten, misschien wel langer. En ja, omdat zij zich beschikbaar stelt, kan ik dus eigenlijk is er gewoon een leven beschikbaar. Dus kunnen ze ook meteen gaan opereren eigenlijk. Toen zij op een gegeven moment echt met de datum kwamen van 12 september, toen hadden wij echt zoiets van, dat was eigenlijk niet wat wij in gedachten hadden. Nee. Omdat ik rijinstructeur ben en als ik dus iemand aanneem als klant, dan ben ik daar bijna een jaar tot een half jaar mee bezig. En als ik over 3 weken geopereerd moet worden, dan moet ik dus daarvoor weer een oplossing gaan zoeken. I guess what was your concern, and I heard this from you last week, that you are not sure about the timing. So timing always means like, do I have some personal issues to solve or something like this? What I think is we should now use in your case exactly this window where you need a liver, but you are not that sick. Yeah. So you go like in a more or less
perfect or good condition into this procedure, not having an infection, not being that sick, not being totally malnutritioned and all of this. So we can plan a transplant. If you would ask me what is the importance to establish a living donor liver transplant program, I would say there are two answers. One answer is that we have liver transplantation as the only potential to cure these patients, but there is a lack of organs on the diseased waiting list. And the other advantage is that we always can choose the time when doing this. So we have like the best conditions, and the result of both of this is that the outcome of living donor liver transplantation is better than a diseased transplantation. Patients asking, yeah, now I donated a half or two-thirds of my liver, is it growing back? Yes. This is the beauty of the liver. It is like the only organ in our body which can regenerate. Regenerate means it is growing back to the size we need, and this needs approximately like 6 weeks. So I feel this is amazing that you can donate two-thirds of your liver and after 6 weeks it's growing back to the size you need. Thank you. Tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Ja, tot ziens. Thank you. Oké. Okay. Bye-bye. Bye. Hoezo snel dan? Ja, 3 weken. 3 weken. Heel spannend. Ik denk dat jij het nog erger vindt dan ik. Dat denk ik wel, ja. Ik heb jou meerdere malen zo slecht zien liggen. En ja. als ik dat op deze manier gewoon weer voor kan zijn... Ja. Dan doe ik dat liever dan dat ik jou straks alleen maar verder zie afglijden. Dan is het straks maar minimaal even 6 weken tanden bijten met de dingen die we wel of niet kunnen doen. Ja. Zeker met betrekking op Sienna. Ja, dat is ook zo. En dat we daarna gewoon die onzekerheid gewoon niet meer hebben. Ja. Dan weet je gewoon dat het de eerstkomende jaren gewoon goed gaat. Dat is echt het verschrikkelijkste. Dat je gewoon niet weet hoe alles gaat lopen. Ja. Ja. Dus we gaan er gewoon voor. Zeker. Ja. En over 3 weken is alles anders. Ja. Hopen we wel tenminste. Ja. Ik vind het heel leuk. Sorry hoor. Ik wil er gewoon voor hen zijn en ik ben er ook voor ze, maar ik vind het gewoon mega eng. Ik had veel liever zelf op die operatietafel gelegen. Nou, de komende week wil proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Ja. En gewoon veel met en de kleine. Dan, ja, veel met kleine inderdaad. Want dat mis je dadelijk gewoon. Ja. En de koffers pakken. Ja. Ja, en niet en voor haar... vakantie. Ja. Dus ja, nee, ja, we lachen erop. Maar... Nou ja, je moet er ook af en toe om lachen. Jawel. Want dat zijn wel dingen dat je op de been houdt. Probeer eigenlijk zo min mogelijk over na te denken, vooral vanwege haar. Dat maakt het moeilijkste, dat die kleine er is. Want je weet niet hoe het afloopt. Je moet er niet te veel over nadenken, want je gaat echt schuldgevoelens krijgen. Dus terwijl eigenlijk doe ik dit onder andere ook voor haar, want je wil toch dat de vader het langste erbij is. En dat kan op deze manier. Ligt nu heel onschuldig te slapen. Ik ben natuurlijk gewoon kerngezond. Ik ga mezelf iets aan laten doen waar menigeen me misschien gek voor gek verklaart. De ene noemt je gek en de ander noemt je een heldin, ja. Ik weet zelf niet hoe ik me moet noemen. Ik heb, geloof ik, nog nooit in de spiegel gekeken en dat mijn oog wit was.
echt wit. En nou ja, het gaat er dus waarschijnlijk zo wel uitzien als het dadelijk de operatie geweest is. Dat ik weer gewoon normaal wit oogwit heb. Dat ik dadelijk van de jeuk af ben. Wat ik 16 jaar elke dag mee leef. En wat mij 's nachts wakker houdt. Dat ik misschien dadelijk weer gewoon 's nachts normaal door kan slapen. Dat maakt het wel dat je eruit gaat kijken naar het nieuwe, zeg maar. Het weer opnieuw gaan leven, zeg maar. Doei! Om 8 uur, denk ik, volgende week, om 8 uur, lig ik daar op de operatietafel. Ja. Dat zijn van die momenten, dan vliegt het je gewoon even aan. En dan, nou ja, dan hebben we de kleine en die leid je wel weer af. Dus dan hoef je er niet zo mee bezig te zijn, maar ik denk dat volgende week woensdag, ik denk dat ik dan alleen al doodgaande zenuwen. Ja. Maar niet handig, want ik heb je leven nog nodig. Ja, maar die is voor jou. Oh ja. Die is, dus dan heb je hem sowieso. Alleen dan heb je hem helemaal. Nee. Ja. Nee. Ben mijn tas aan het pakken voor morgen. Dan is de opname voor de spannende operatie. Ik moet nog even langs de apotheek. Papa. Even wat medicijnen halen. Papa. Dan ons kleine monstertje naar opa. Ja. En dan door naar het ziekenhuis. Cheers. Cheers. Op een goede dag morgen. Ja. For me, it's always still something unbelievable that someone makes a step forward and I'm saying, I take the risk, I undergo major surgery to donate a part of my liver. And that's why I always tell these couples, so the real hero is not the surgeon, is not the institution, it's not the anesthetologist. The real hero is the donor who is really willing to do this. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. The actual operation will start at around 9 o'clock. The new piece of liver that she's going to donate to her husband will be ready to come out of her body at around 1 or 2 o'clock this afternoon, and then she will go from the OR to the intensive care unit just for one night, and she should get there around 4 or 5 o'clock this afternoon. Dit moet echt een volstrekte, goed georganiseerde, haast militaire operatie zijn. Alles moet kloppen. Over een paar uurtjes is het dan zover en zal ik voorgoed afscheid nemen van de leven waar ik mee geboren ben. Ik zal een deel van jouw leven krijgen en daar ben ik je zo gigantisch dankbaar voor. Je weet waarschijnlijk niet half hoeveel en het is ook niet te beschrijven. Maar dit is het heftigste wat we tot nu toe gaan meemaken. Love you. Dit zouden we niet doen. Nee. It's a long day, but it's worth it to have, you know, two healthy people at the end. Zie je maandag? Ja, maandag. Ja, nu is het heel erg wachten natuurlijk. Her husband will come from the nursing inpatient unit down to the holding bay probably around 11 o'clock.
And then he'll go from the holding bay into the operation room at about 11:30, where he'll also have some anesthesia and go to sleep, and then a team of surgeons will start working to take his old liver out. Voelt u wel gespannen op zo'n dag en de dagen daarna? Ik wel. Hopen dat het goed gaat. So I'm just coming to let you know that Denise is now in the intensive care unit. Everything with her operation has gone well. The new piece of liver will be soon transplanted into your son. And then later this evening, the new piece of liver that his wife has donated will be transplanted. And then he'll go from the operation room to the intensive care sometime this evening or tonight when the operation is finished. Ja. Komt die te liggen. Maar het is allemaal goed gegaan. Nou, dat is heel fijn te horen. En we wachten hem op. Nou, perfect. Ja. Fijne avond. Ja, dank u wel. Tot straks. Dag. Dag. Oh, wat is dit vijzig. Hier, daar is mijn vorm. Ja. Ja. Your liver looks very good inside of him, this part. So, well, we had it in our hands for many hours. Everything is good. Now we do an ultrasound. Yeah. Was not so easy, everything, because he had surgery before, mm-hmm. You know. Yeah. We had some troubles with some vessels from him, but we could manage. Well, thank you very much. Thank you. Can I look you? Yeah, if you want. Yeah. Dank je wel. Voel je? Ja, wel redelijk goed. Hoe is met die jeuk? Weg. Vandaag 18 oktober. En meneer zit weer vrolijk achter het stuur. En wij hebben net onze kleine draakje opgehaald. Ja. Ja. Zeg maar doei. Doei. I'd ever known how you'd forever change my life. Ja, zitten we met z'n drieën. Ja. Het is een hele andere setting dan ruim een jaar geleden. En een heel ander gevoel.
dan een jaar geleden. Ja. Ja. Geen jeuk meer. Gewoon, gewoon nachten doorslapen. Dus bijna geen vermoeidheid meer. Dus het is echt een ja, wereld van verschil. Ja, het is echt geweldig. Het begint bijna vreemd te worden dat je niet meer naar het ziekenhuis hoeft. Dat is echt, ja. Er is vanaf 2016 is er zoveel gebeurd met zijn gezondheid. Dat ging steeds zo. Op en neer. En ja, uiteindelijk komt dat stil te staan na die transplantatie. En toen gingen mijn hersens werken. Of wat ik eigenlijk tegen iedereen riep van, nou, ik doe dit gewoon. Ik doe dit gewoon. En achteraf denk je, wat heb ik gedaan eigenlijk? Het is eigenlijk iets heel groots wat je doet. En op dat moment deed ik het als het ware op een soort van automatische overlevingsstand om alles maar goed te krijgen. Ja. Once people are at home, and not even a day or two, it needs sometimes like a few weeks, they seem to realize what they really did. So I really gave a part of my liver to my partner. I mean, think about this sentence. This is not something normal, right? So it needs time to understand this. Verlichting aanzetten, even een rondje lopen, dat soort dingen. Maar gewoon überhaupt alles wat er is gebeurd. Je hebt het zo op een automatische piloot gedaan. Je hebt alles maar laten gebeuren. En ik ging maar door en ik ging maar door met haar, met werk. Dus na die transplantatie ben ik iedere dag in het ziekenhuis geweest. Iedere dag. Ik kon eigenlijk niet eens de afstand van de parkeergarage naar de kamer lopen. Maar toch zorgde ik ervoor dat ik er was, dat ik daar kwam. En terwijl ik eigenlijk op dat punt had moeten zeggen, ik moet nu gewoon eerst aan mijn eigen werken. Als je op een gegeven moment huilend op je werk zit, omdat je gewoon niet meer weet hoe je moet functioneren, dat is moeilijk. Ja. En dan moet je wel toegeven dat je tijd voor jezelf moet nemen. In mijn geval ben ik misschien wel extreem ziek geweest met alles wat er gebeurd is. Zij heeft alles zelf op moeten vangen. Dat voor mijn gevoel dat zij dat dan daarna zeg maar, een klap krijgt, voelt misschien ook wel deels mijn schuld. En ik weet dat zij voor mij ook haar emoties op sommige momenten aan de kant heeft geschoven. Als gezin zijnde is dat echt wel heavy. En ja, uiteindelijk is de uitkomst goed, maar dat weet je nooit van tevoren. De heer en mevrouw de Knecht, welkom. Hallo. Hallo. Entree. De ene zegt dat ik gek ben en de ander zegt dat ik een held ben. Daar krijg je uiteindelijk ook wel steeds meer inzicht over waarom mensen denken dat je gek bent. Of waarom mensen denken dat je een held bent. Want hoe je het went of keert, hij leeft nu wel dankzij hetgeen wat ik heb gedaan. En we hebben gewoon de mazzel dat het bij allebei goed heeft uitgepakt. Bij mij zonder complicaties en hier zit nu Hollands Welvaren. Het kind had nu geen vader, want die was zo ziek, die kon niet zijn vaderrol spelen. En dat zag ze ook. En zij wilde maar één ding, weer een normaal gezin worden. Dus ik begrijp haar wel, maar ik heb wel, zeker in het begin heb ik tegen gezegd, ben je wel goed bij je hoofd? Ja, je bent moeder van een klein kindje. Natuurlijk is je man heel ziek. Het is nogal wat. En dan denk ik ook altijd van, zou ik dat zelf ook gedaan hebben? Dat is altijd, nou, voor mijn vrouw wel, denk ik. Ja. Voor mijn kinderen ook wel. Voor mijn broer niet. Sinds de verandering van de transplantatie is er zo'n veel verschil in je leven gekomen dat
Ja, het voelt zoveel beter. Het is echt zo'n verandering. Het is echt, dat je ergens denkt van, kon het niet eerder? Ik heb meer energie met haar. Ja. Ik kan veel meer met haar doen. I think they look great, right? Ivo, of course, he was like a sick man. He was jaundiced, so yellow skin and yellow eyes. And now he looks like a young, healthy man. But what is even more impressive, I think she looks, I cannot say better, not more healthy because she was healthy, but for sure more happy, right? Ik heb een enorme transformatie ondergaan. Ze heeft de vent weer terug. En het kind heeft weer een vader. Die weer vader kan zijn. Nou, dat is natuurlijk een enorme bron. Het voelt voor mij alsof het nooit genoeg zou zijn wat ik zou kunnen doen om haar te bedanken. Want het is eigenlijk gewoon levensreddend. En ja, zij heeft ervoor gekozen om zichzelf ziek te maken. Om mijn leven te redden. We zijn wel echt uit het dal aan het komen en de positieve kant is echt wel... Ja. Het voelt wel alsof we heel erg laag in het dal hebben gezeten. Ongeveer zo diep als het Grand Canyon, zeg maar. Dat we daar zo ongeveer hebben ingezeten en dat we nou weer omhoog komen. En dat je wel weer echt kan zeggen van oké, we lopen bijna op het vlakke stuk dat we weer overzicht hebben over wat er kan gaan gebeuren en wat er gaat gebeuren. Ik zou het zo weer doen. Ja.